tafel vol influencers. Hij is ook touchscreen. Een beetje ontdekken, dus ja, gewoon even wat gaan en kijken en doen. Ja. Komt vanzelf wel. Oh mijn god. Lekker met je dikke beentjes omhoog. Nou mama, als ik geen drinkje krijg, dan eet ik mijn knuffel wel op. Hè? Ja. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt. Het is maandag vandaag. Ik ben begonnen met de wiggle, zoals je ziet. Misschien herkennen jullie dat wel, dat wanneer je dochter op school nieuwe hypes heeft, dat jij die dan ook leert. Maar ik vind dat wel heel erg grappig hoor. Anyway, ik ga vandaag richting Funda. Daar is een kick-off eventje met allerlei influencers. Misschien weten jullie niet precies wat een kick-off inhoudt, maar eigenlijk betekent dat gewoon dat je aan het begin van de campagne die je aangaat, even wat meer leert over het bedrijf. Zodat je wel gewoon ja, weet wat het bedrijf inhoudt, waar je mee gaat samenwerken. En dat je allebei met je neuzen dezelfde kant op gaat. Misschien zien jullie nog wat gezichten voorbij komen die jullie kennen. Laat het even weten als het zo is. Vind ik wel grappig om te weten. En ik ga morgen opnames doen samen met Girls World Problems en Lise van Wijk. Daar gaan we ook een hele leuke video maken. Dat zien jullie wel voorbij komen. Kennen jullie die trouwens? Zij maken volgens mij alle twee een beetje ja, video's, sketchachtige video's, die een beetje inspelen op meidenproblemen. Dus ik vind dat ook wel heel erg grappig om te zien. Ik zal zelf ook wel echt met mijn video's, los van de vlogs, want die blijven gewoon, wat meer video's willen gaan maken met wat meer inhoud waar meiden, maar ook vooral natuurlijk mama's, echt iets aan hebben. Dus waar echt een boodschap in zit. Dus hebben jullie daar ideetjes over? Laat het me ook zeker even weten. Vind ik heel leuk om te horen. Ik ga hem even klaarmaken. Ik ga zo. Kijk eens wie we hier allemaal hebben. Wow, we hebben gewoon echt een tafel vol influencers. Dat is echt vet cool. Ik heb heel warm. Nu gaan we even hele belangrijke gesprekken voeren over verbouwen en klussen en kopen. Ga je kopen? Ja, ben. Oh, cool. Want mijn parkeerkaart had ik per ongeluk in de verkeerde gleuf gedaan. Maar goed, we zijn er weer. En we gaan naar de auto toe. Ik ben mooi op tijd terug voor checks. Dus het was een superleuke kick-off. Echt heel veel mensen ontmoet die ik heel graag gewoon een keertje wilde zien. Dus dat is ook heel erg leuk. Zo, de food of today is steaks. Vegetarische steaks. Hoe dan? Het bestaat. Het bestaat. Het ziet er ook echt lekker uit. Het ruikt heerlijk. We gaan het straks even vertellen. En die andere zijn burgers van. Dat Parijs. Zijn mijn favorieten. Dat weten jullie waarschijnlijk al. Heb ik wel even laten zien. De allerlekkerste burger. Niet gesponsord. Ik ben heel even de spulletjes van morgen aan het pakken. Oh, trouwens, die steak, vegetarische steak, die het was eigenlijk meer een soort vegetarische burger. Bijna hetzelfde. Dus nee, niet een echte steak. Goedemorgen, ik ga straks naar Girls World Problems toe. Daar krijg ik namelijk editles op de HP Spectre. En die ga ik dan ook uitpakken daar. Maar goed, ik laat hem alvast even zien in de doos. Tada! Deze schijnt heel erg licht te zijn. Goed genoeg om op te kunnen gaan editen. En nou, daar ben ik dus heel erg benieuwd naar die dingen. Want dat is heel erg belangrijk voor mij. Voor mijzelf is gewoon belangrijk dat ik er snel op kan werken. Dat je er goed video's mee kunt bewerken. Dat die daar dus ook snel genoeg voor is. Dat die licht is, makkelijk mee te nemen. Samen met Lise van Wijk, misschien kennen jullie ook wel en anders zul je straks zien, krijg ik dus die les. En ga ik daarna ook nog eens iets heel erg leuks doen hierop. Dus tot daar. Ik was natuurlijk alweer de auto ingestapt zonder mijn kolf. Maar gelukkig dat ik op het laatste moment nog aan dacht. Stel je voor dat ik die niet mee had. Dus ik ga nu in de auto kolven. Ik heb allerlei dingen bij me. Mijn camera, statief, de laptop die we gaan unboxen. Om jullie even neer te zetten. Oh. Dit zijn pas Girls World Problems. Ja, echt hè? Girls World Problems hebben we hier. Daar ben ik bij. Want ik ga samen met hun een video opnemen. En het gaat over de tips om
goed te editen. En dan wel een vlog. En jullie kunnen ook een vlog winnen. Dat is inmiddels al via Instagram bekend geworden. Dus dat hebben jullie al gezien. Maar ik ga vandaag dus les krijgen. En wel op deze. Dus die mag ik uitpakken. En ja, die gaan wij eigenlijk allemaal gaan we die testen. De doos ziet er echt super mooi uit. Vind ik. Ik weet niet wat jullie vinden, maar echt, het ziet er heel gelikt uit. Dan hebben we een hele mooie gouden doos met een beetje, wat is het eigenlijk voor kleur? Het is een beetje paarsig-achtig met goud logo. Echt super mooi. En hij is vooral echt heel erg licht. Dus dat zal ik zelf echt heel erg fijn vinden als je gewoon, ja, overal moet editen, dan gaat dat super makkelijk. Hij gaat nog net niet in je binnenzak. Het is voor jou helemaal mooi met al het reizen. Ja, ik wil hem ook echt heel graag hebben. Hij heeft ook gezichtsherkenning, dus als het goed is, gaat hij mij nu herkennen. En ook nog een vingerdrukherkenning. En dan doe je met je vinger zo. Dat is ook best wel snel. Kijk, bam. Hij herkent mij. Oké, dat had ik gisteren al even gedaan. Dus ja, ready to go. En dan hebben we hier het editprogramma. Hij heeft ook touchscreen. Het editprogramma gaan we openen. Dit is dus een editprogramma Premiere Pro Adobe Creative Cloud. Dat is dus het andere programma waar ik normaal niet mee werk. Je kan hem ook trouwens even gewoon relaxed even omvouwen. Dat je denkt van oké, ik wil nu even dit zo. Voor editen gebruik je dat niet zoveel. Maar ja, als je natuurlijk gewoon even wil Netflix, is dat wel vet. Dus ja, dat zijn echt wel de grote voordelen. Het gewicht en het leuke van het omklappen enzovoort. Nou, dan heb ik nu het editprogramma geopend waar we straks wat tips en tricks voor krijgen. Want ik heb hier dus nog nooit mee geëdit. Dus dat wordt echt een uitdaging. Oké, dan gaan we dan beginnen met de lesjes die we krijgen. Van deze. Hè? Want jij weet er alles over. Ik weet alles. Ja, ik ben wel heel erg benieuwd, want het ziet er echt uit als abracadabra. Hoe doen jullie altijd je materiaal, zeg maar, knippen en plakken? Doen jullie, zetten jullie alles in één keer erin? En ja, ik zet het gewoon in één keer in de balk en dan van daar ga je gewoon kijken wat ik wel. Ja, ik ook. Ja. Oké, nou dat kan dus op een hele nog betere manier. Gedeelte. Ja. Snap jullie het een beetje? Ik ga het best wel leuk, ben benieuwd. Ja. Ja, ik ben ook heel erg benieuwd naar het resultaat van jullie. Ja. Ja, nou het is eigenlijk al een beetje wat je net ook al zei. Het is gewoon een beetje ontdekken. Dus we gewoon even wat gaan kijken en doen. Ja. Komt vanzelf wel. Ja. Ja. It's a wrap, guys. Gaan we even pakken. Hey. Zo, ik ben weer thuis. Ik zit te koffen en Yola die wil iets uitpakken. Ik denk dat het Sim weer staat. Dus. Er staat een moordzijn op. Ja, dan is het het. Dat is het het. Oh, ik stel, ik kan het zien. Ik heb het op. Oh mijn god, het zit nog dubbel verpakt. Ik zie zwart. Dat is die rubberen. Ja, dat... heel mooi. En dat. Heel erg. Oh mijn god. Hey. Het voelt ook echt veel beter van stof dan die, die van de markt hoor. Prachtig! De meiden die zijn afgezet op turnen en ik ga even door, want ik heb de hele auto vol met dozen. Het is heel erg fijn altijd dingen online bestellen en kopen, maar dan zit je volgens wel altijd met super veel dozen. Dus die breng ik heel even naar Grofvuil, dat zit vlak bij turnen. En dan ben ik daar ook maar vanaf. Nou, ik heb weer eens wat ik dus eigenlijk heel erg vaak of bijna altijd heb. En dat was dus dat het al dicht was. Blijkbaar kan je daar maar tot kwart voor je spullen kwijt. Dus ik blijf mooi met die doos zitten. Maar dus ik ga mijn auto maar even wassen, want dat kan nu wel. En dat komt mooi uit, want het is heel erg nodig. Even kijken. Ha ha ha.
Oh yes, ik kon het niet laten. Het was heel... Ik wacht heel even op Jol. Dan pak ik hem samen met Jol uit. Want volgens mij is het grootste gedeelte voor Jol. Ik weet niet meer precies. Het duurde namelijk best wel lang voordat het er was. Foei, H&M. Het duurt best wel lang voordat de bestelling binnen is. Ik denk dat ik volgende keer toch maar weer gewoon naar de winkel ga. Trouwens even tussendoor. Een kooktipje voor jullie. Kijk, als je dit dus op je pan legt. Nu zie je het goed namelijk. Dan stroomt het niet over. Als deze er niet op had gelegen, dan was het waarschijnlijk over de rand gegaan. En als je dus dit zo neerlegt, stroomt het dus veel minder snel. Kookt het minder snel over. Handig, hè? Hebben jullie trouwens ook nog leuke kooktipjes? Laat ze dan weten hieronder, want dat vind ik heel erg leuk. Ik ben namelijk altijd van heel snel dingetjes bereiden. En dan wel proberen op een zo gezond mogelijke manier. Maar dan ben ik altijd heel erg benieuwd naar snelle tipjes. En ja, kunnen jullie elkaar misschien ook bij helpen door tipjes hieronder te geven. Alles wat te maken heeft met snel gezond koken. Wat doe jij om gezond en snel te koken. Gesneld te koken. Ja, misschien een mooi nieuw woord. Wat doe jij om gesneld te koken? Ik heb dus bijvoorbeeld die vega balletjes gewoon gesneden. En dan doe ik die er zo doorheen, door de pasta. Want ja, dan hebben wij hier thuis het gevoel toch nog een beetje vlees erbij te hebben. Vooral voor de man. De H&M kleding openen. De H&M bestelling. Kijk, dit is jouw stapel. Wow. Tada! Kini. Een broekje. En een topje. Leuk. Nou, dat wordt nog even... Pas aan mee. Kijken of dat dit jaar wat wordt. La la la. Het is wel apart. Hey. Zeker. Hey. Leuk sportboekje. Broekje. We zien de uitverkoop. 5 euro. Ik zeg hem ook, staan erop. Ja. Die kan ik onder die aan doen. Ja, perfect. Maar momenteel zo altijd. Ja. Ja. Jumpsuit. Ja, leuk. Jij bent wat? Jola heeft een echt flared bootcut. En nog een flared. Diezelfde als mama heeft. Ja, ja. En lekker oversized. Wat leuk. Ja, super lief. Super cute. Super cute. Oh, kijk er weer blij zijn. It's a puppy, I'm gonna die. Oh, it's a puppy, I'm gonna die. Meneer komt terug van sport hoor. Eindelijk weer een beetje hard. Ik even aan zijn spierballen wil voelen. Nou, echt serieus, hè? Ja, er is niet heel veel meer van over, maar het is weer even een beginnetje. Anders ga je even afwassen, dan worden ze ook sterker van. Dus Bart, hè? Gewoon niet erop ingaan als ik iets ga. Gewoon sorry, ik ben even naar mezelf aan het kijken. Gewoon nul. Ik ga naar mezelf aan het kijken. Pop, pop. 1, 2, 3, 4. Ha. Ha. Oh no. Zo, we zijn moe en we gaan naar bedje toe. Vergeet niet eventjes op het kanaal van Girls World Problems te kijken voor die leuke video waarin we gingen editen vandaag. En waarbij ze ook nog 10 tips geven aan jullie over editen. Dus, dank jullie wel. Tot de volgende keer. Maar weer. En vergeet niet, duimpje omhoog, abonneren. Later. Rock that joint.